Vandaai, kale kop. Ja, maar dan moet je haar zien als we thuis komen. Zo. Hallo Arthur, hey. Ik ben hier op een truiktreffen terechtgekomen. Van ja, de... mooi hè? Ja. Jullie doen dit ieder jaar? We doen dit nu voor het tweede jaar, ja. En jij bent de organisator van dit geheel? Mede-organisator. Mede-organisator. Ik ben de oprichter van de Veluwe, kijk. Maar we doen dit met z'n allen. En dan gaan jullie een mooie toertocht over de Veluwe maken. Ja, oké. Maar dit is eigenlijk een generale repetitie voor iets veel belangrijks voor jou. Ja, precies. We gaan 17 mei natuurlijk de Baakuilen doen. En dan is dit een leuk voorproefje. Want als het goed is, hebben we dan het dubbele aantal trikes en zo'n beetje 300 motoren die dan mee rollen. Dus dit is qua kijken hoe het met de begeleiding en alles is, dit helemaal super. En reclame maken natuurlijk voor de Baakuilen. Maar nou weet ik wat de Baakuilen betekent. Maar de mensen thuis weten niet wat de Baakuilen voor staat. Waar staat dat voor? De Baakuilen is een benefietrun. Die wordt georganiseerd door de Stichting Baka. Wat staat voor Bikers Against Child Abuse. En als je dat nou letterlijk vertaalt, dan gaan we dus op die 17 mei een vuist maken met alle motorrijders en trekkers. Om te laten zien dat je van kinderen af moet blijven. En dat die misbruik bij kinderen gewoon niet accepteert. Nu ken ik jou persoonlijk en ik weet dat jij je daar heel hard voor maakt. Maar jullie zetten je ook persoonlijk in tegen kindermisbruik. Ja, zeker weten. En dan kunnen we het hebben over het bezoeken van een thuis. Maar we kunnen het ook hebben over het begeleiden van een gezin in een rechtszaal. En ook beschermen van kinderen. Ja, ja. Kijk, in principe doen we alles binnen de wet. Maar het is natuurlijk wel zo, van een kind blijf je gewoon af. En op het moment dat ik dan voor het kind moet gaan staan, zal ik dat niet nalaten. Maar hoe halen jullie nu geld op tijdens een Baakuilen? Komt de mensen met een potje langs de kant van de weg of zo? Nou, dat mag altijd. Iedereen mag met een potje langs de weg gaan staan. Nee, we hebben sponsors. Hè, dus iedere bedrijven die willen sponsoren. En daarnaast is het een benefietrit. Dus iedereen die meerijdt, schrijft zich in. En ze betaalt ook inschrijfgeld. En zo gaan we, wat aan het eind van de rit overblijft, dat wordt gedeeld door 4. En iedere regio van Baka heeft daar een goed project bij. Oké, en heb je nog een oproep voor de mensen thuis? Ja, punt 1 komen kijken. Op 17 mei. Hoe loopt de tocht dan? De tocht die begint in Loenen en die eindigt in Loenen. En dan gaat hij eigenlijk over de hele Veluwe. Dus waar je ook eigenlijk staat, je kunt ons zeker horen. En er is een promotieauto, die rijdt ook over de Veluwe. En die deelt flyers uit. En daarnaast natuurlijk een oproep voor bedrijven, willen jullie sponsoren? Denk je dat je iets kan doen? Heb je geen geld, maar bijvoorbeeld wel diensten? Dan zijn die altijd welkom. Oké, dankjewel Arthur en heel veel succes. Gaat lukken. Ja, oh, dat is wel leuk.
dit